Groeigeld wordt mede mogelijk gemaakt door Sprout. Banken keuren nog maar de helft van de kredietaanvragen goed. De Nederlandse Vereniging van Banken noemt ons bedrijfsleven verslaafd aan bankfinanciering en roept op tot afkicken. En dus gaan bedrijven op zoek naar alternatieven om hun groeiplannen te financieren. Mijn collega Karin Uslagen en ik zoeken mee en praten met geldgevers en geldnemers. Dit is Groeigeld. Ruud Hendricks, mijn eerste gast. Leuk dat je er bent. Insgelijks, dankjewel. Jij bent voor mij de ideale gast voor een programma als Groeigeld. Want volgens mij weet jij heel veel van financiering. Jij hebt beursintroducties van de beurs, naar de beurs, grote bankfinancieringen, private equity met NRC Media, eigen informal investors bij eigen initiatieven. Ja, ik ben zelfs commissaris bij een commissaris bank. Commissaris bij een bank, ja. Vergeet ik nog te zeggen. Klein bankje. Maar ja, en volgens mij heb je ook iets met een heel groot bankje te maken. Ja. Kortom, mijn ideale gast die ons mee kan nemen met al zijn ervaringen. Wat is de interessantste les die jij hebt geleerd van al die financieringszaken die je voorbij hebt zien komen? Nou, dat je een bedrijf nooit moet beginnen dat niet voldoende gefinancierd is. Dus dat je echt zeker moet zijn dat je als je een bedrijf begint, dat je het een aantal jaren vol kunt houden. Zonder dat je terug moet naar geldschieters of naar financiers. Kijk, het is niet erg om terug te gaan naar geldschieters. Als je van tevoren met elkaar hebt afgesproken dat die nog een bepaald bedrag zullen storten. Maar als je terug moet omdat het slechter gaat dan je had gedacht, weet je, dat is toch heel vervelend. En hoe weet je dat je genoeg hebt? Nou ja, je moet gewoon een goed plan maken. En je moet gewoon eigenlijk in dat plan al een plan B verwerken. Waarin je aangeeft wat je gaat doen als het allemaal minder loopt. Dus je moet weten waar het minder kan. Is dat wat jij ook in het verleden bij je eigen ervaring vaak verkeerd hebt zien gaan? Nou, gelukkig niet vaak, maar ik heb het wel eens verkeerd zien gaan. Maar ik heb het eerste bedrijf waar ik echt mee te maken kreeg, wat echt substantieel geld bleef verliezen, echt lange tijd, was NBC, waar ik CEO voor heel Europa was, NBC Super Channel. Ja. En dat ik kwam daar binnen en dat was echt één grote financiële puinhoop. Dat lag niet aan NBC, maar aan de vorige eigenaren van Super Channel. En ik was daar aangenomen om dat op orde te krijgen. En iedereen in Amerika dacht dat met 4-5 maanden wel gedaan zou zijn. Nou, dat heeft toch bijna 2 jaar geduurd voordat we langzaam richting break-even begonnen te gaan. En in die twee jaar moest jij een paar keer terug? Ja. Maar ja, dat was op zich geen drama, want ik ben daar met de beste bedoelingen ingestapt op het moment dat het plan al was gemaakt. Mm-hmm. Maar het viel wel tegen en dat is toch heel vervelend. Een bedrijf wat geld verliest, dat is toch, als je het moet leiden, een continue zorg. Is groei belangrijk voor een organisatie? Ja. Groei is belangrijk ten eerste, omdat als je niet groeit, dan hol je in feite achteruit, omdat geld steeds minder waard wordt natuurlijk. Maar groei is ook belangrijk, omdat het mensen motiveert als ze ziet wat het resultaat van hun werkzaamheden is. Dus dat je ziet dat er iets nieuws ontstaat. En innovatie is natuurlijk een heel belangrijk element. En dat, ja, daar hoort groei gewoon bij. Is het gevaarlijk als strategie? Om te groeien. Een groeistrategie na te streven? Nee, ik denk dat het heel gezond is om een groeistrategie na te streven. Het is alleen gevaarlijk op het moment dat je onrealistische groei verwacht. Als je een bedrijf wat eigenlijk al volwassen is, als je daarvan verwacht dat het elk jaar 100% groeit, dan is het moeilijk. Maar ik ken toevallig een bedrijf dat real-time bidding in de reclamewereld in Amsterdam doet. Dat groeit per jaar met 300-400%, nu al 4 jaar lang. En als die dit jaar 200 doen, dan vinden ze dat het jaar tegenvalt. Mm-hmm. Nou, heb ik wel gezegd, dat houdt natuurlijk een keertje op. Je kan niet elk jaar 300-400% groeien, ook niet 200%. Mm-hmm. Mm-hmm. En zie je dat ze zich daar goed tegen beschermen? Ja, ik denk dat ze zich dat zelf ook wel realiseren. Maar dat is een markt die nog zo ontzettend in ontwikkeling is, dus dat is leuk. Kunnen financiers daar goed in mee? Zijn die in staat de ondernemer goed te begrijpen? Is de ondernemer in staat de financier goed te begrijpen? Nou, er zijn zo ontzettend veel soorten financiers en zo ontzettend veel soorten ondernemers. Maar in grote lijnen, ik denk dat heel veel banken ondernemers wel zeggen te begrijpen, maar dat in werkelijkheid helemaal niet doen. Heel veel mensen die bij die banken werken, en dan heb ik het niet zozeer over de M&A banken, maar gewoon over de standaard grootbanken, Rabo, ING,
ABN AMRO, daar werken toch gewoon heel veel mensen op lagere niveaus die dan het midden- en kleinbedrijf moeten financieren. En die mensen hebben zelf nog nooit een onderneming gehad. Die hebben echt geen idee wat er in het hoofd van ondernemers zich afspeelt. Maar die pretenderen dat in hun reclamespots wel te zijn. Wat is daar erg aan? Nou ja, dat die ondernemer heeft natuurlijk die bank nodig om te groeien. En we zitten natuurlijk met z'n allen in een mondiale crisis. Dus het is heel vervelend als je jarenlang met behulp van een bank hebt kunnen groeien. En dan komt er een andere meneer op die plek bij de bank. En die zegt ineens van, nou ja, wat mijn voorganger al die jaren heeft gedaan, ook al heb je aan de afspraak gehouden, dat doe ik niet meer aan mee. Ik zie in mijn onmiddellijke omgeving, heb ik een aantal mensen die dat nu meemaken. Nou, dat is heel vervelend, want dat betekent dat de machine wel even stokt. Sommige bedrijven die dus weer groeien. Ja, bij groei gaat vaak de kost voor de baat. Dus als je een bedrijf hebt, een industrieel bedrijf, wat grondstoffen in moet kopen om groei te bewerkstelligen. En die grondstoffen moet je betalen voordat je je producten betaald krijgt. Ja, dan heb je gewoon een cashflow-probleem. Nou, als je dat in het verleden met behulp van de bank kon oplossen, en dat kan ineens niet meer, is dat natuurlijk heel vervelend. Nou zeggen de banken, wij laten geen goed krediet gaan. Dus als jij ondernemer met een goed verhaal komt, en dan moet je ook mijn business begrijpen, dan financier ik je. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is een goed krediet? Ze vinden wat tegenwoordig een goed krediet is heel anders dan 5-6 jaar geleden. Begrijp me goed, ik vind niet dat een bank onverantwoorde risico's moet nemen. En ik vind het overigens ook niet zozeer een verwijt dat we alleen de banken moeten maken. Ik vind ook op andere terreinen, als je dan kijkt naar venture capital. Heel veel VC's die financieren pas bedrijven op het moment dat er een bepaald omzetniveau is of als er een bepaald winst- of cashflow-niveau is. En ik zou het juist heel mooi vinden, ik doe nu heel veel met beginnende ondernemingen, als elke VC een klein percentage van zijn vermogen reserveert voor echt seed capital, dus echte start-ups waarmee je echt vanuit het niets een bedrijf moet maken. Want op het moment dat een bedrijf meer dan 1 miljoen omzet heeft en ook winst maakt, dan is het niet zo moeilijk meer om aan privaat geld te komen. Maar als je helemaal aan het prille begint van de life cycle van zo'n bedrijf staat, dan valt dat niet mee. Dat is natuurlijk een mooie aanleiding om het over Startup Bootcamp te hebben. Misschien voor de paar mensen die nog niet weten wat het is. Wat doet het? Nou, Startup Bootcamp is een bedrijf dat ik samen met mijn compagnon Patrick de Zeeuw heb opgericht. We hebben 75% van de aandelen verkocht aan ABN AMRO, Vodafone, Boer en Kroon, Kees Segers van nu.nl, Dirk Haank, de CEO van Springer en nog een aantal ondernemers. Willem Middelkoop is er daar één van. De Startup Bootcamp kost ongeveer 1,5 miljoen per jaar, dus het is niet zo'n groot bedrijf. Maar wat wij doen is, wij hebben ondernemers uit de hele wereld die een eigen bedrijf in de tech- en online wereld wilden beginnen, gevraagd zich bij ons aan te melden. Dat hebben er meer dan 400 uit 44 landen gedaan. Daar hebben we heel zorgvuldig 10 uitgeselecteerd. Uit 7 verschillende landen. En die 10 die krijgen van ons 17.000 euro cash. 6 maanden gratis kantoor en 6 maanden gratis woonruimte. Mm-hmm. Ongeveer 50.000 euro aan diensten. Dat varieert van gratis juridisch en fiscaal advies tot software en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar het allerbelangrijkste is dat we ze toegang geven tot 120 Nederlandse en nog eens een keertje 800 buitenlandse mentoren die wij beschouwen als de top in hun vakgebied. En die mentoren die helpen die bedrijven van zeg maar een minimal viable product naar een echt product. Wat zij op Demo Day, en dat is dit jaar op 6 juli in het hoofdkantoor van ABN AMRO, aan een zaal met 360 investeerders mogen presenteren. En wij vragen als dank voor bewezen diensten aan het einde van dat traject 8% van de aandelen. Aan het einde van dat traject, dus die ondernemers of die teams, die worden klaargestoomd. Ja. Die worden helemaal volgestopt met informatie van die mentoren. Ja. Moet je zo even wat meer over vertellen. Ja. Dan gaan ze de zaal in, daar zitten investeerders die dus wel, wat jij net noemde, seed capital, dus dat kapitaal zijn echt willen aan helemaal startende ondernemers. Ja. We hebben een lijst van een paar duizend business angels, dus echt die seed capital doen. Die hebben we heel zorgvuldig uitgeselecteerd, want wij willen ook dat er op demodag, dus op 6 juli, die dag wordt overigens geopend door Eberhard van der Laan. Er komt een van de grote start-up goeroes uit de Verenigde Staten. Steve Blank komt daar ook spreken. Ja. Maar daar zitten dan echt een heel select gezelschap van mensen die bewezen hebben al meerdere malen in beginnende ondernemingen te investeren. Want het investeren in een beginnende onderneming is echt een totaal ander vak dan in een onderneming die al een hele tijd loopt. En daar gaan we ook nog wat aan doen, maar dat zal ik je misschien zo vertellen.
is die, jij zei net de private equity investeerders. Die richt zich eigenlijk alleen maar op de grotere partijen. Die laten die groep daaronder liggen. Dat is je motivatie geweest om dit te starten? Nou, ik vind het starten van een onderneming heel erg leuk. En Het starten van een onderneming, die startende ondernemers begeleid. Ja? Dat is natuurlijk het allerleukste wat er is. Ja. Maar het is ook, ik heb een enorme fascinatie voor wat er met technologie gebeurt. En wat er met de hele online wereld en dergelijke gebeurt. Wij doen alleen maar online ondernemingen. Waarom? Omdat je op een gegeven moment een keuze moet maken. Omdat sommige dingen hebben we meer verstand van de andere dingen. Als iemand een nieuwe hamburgerketen wil beginnen, dan verwijzen we die door naar een van onze mentoren, René Zavelberg. 12 jaar CEO van McDonald's geweest. Ja. Maar dat is niet ons specialisme. Nee. Het zijn gewoon dingen waar we meer van weten. En we willen niet dingen doen waar we niks van al weten. Nou, noem jij het allerbelangrijkste? Dus je geeft ze geld en kantoorruimte en dit en dat. En je zegt het allerbelangrijkste is, we geven ze toegang tot die mentoren. Ja, dat is echt. Waarom noem je dat het allerbelangrijkste? Nou, omdat die mentoren allemaal heel veel ervaring hebben. Die hebben eigenlijk alle fouten die je maar kunt voorstellen bij het beginnen van een onderneming hebben ze al gemaakt. Maar ze hebben ook heel veel dingen goed gedaan. En als ik naar mezelf kijk, ik denk dat ik inmiddels 10, 12 ondernemingen ben begonnen in de loop der jaren. Als ik aan het begin van dat traject een aantal van de mentoren zou hebben gekend die nu bij Startup Bootcamp actief zijn, dan had me dat heel veel geld gescheeld. En de investeerders ook. Trouwens, dan hadden we met z'n allen heel veel beter van geworden. En hebben ze daar Startup Bootcamp voor nodig? Nou, het hoeft niet per se met Startup Bootcamp. Nee, wij zijn een accelerator. Precies, een accelerator voor nodig. Nou, sommige van die ondernemers die zien de waarde in. Ik bedoel, ik had heel graag 8% van de aandelen in RTL opgegeven als ik die lessen in 1989 allemaal van een ander had kunnen leren. Dus ja, ik denk dat het meer dan waard is. Maar het hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel, er zijn meer dan genoeg mensen die het alleen willen doen en het ook alleen kunnen doen. Ja. Dan krijg jij die zaal met investeerders, die zijn laaiend enthousiast, die investeren. Ja. En daarna pakken jullie 8%. Dus je pakt 8% van de geïnvesteerde onderneming. Wij pakken 8% aan het begin. In die zin, weet je, dat, hè, als dank voor bewezen dienst. Dus je verwatert als een dolle op 6 juli. Nee, want we hebben een hele mooie anti-verwateringsclausule ingebouwd. Waarbij wij tot een bedrag van €350.000 niet verwateren. Nee, dat zou een beetje raar zijn. Want dan leren we inderdaad die start-ups hoe ze geld moeten ophalen. Dat is allemaal onderdeel van het hele pakket. En dan als gevolg daarvan heb je straks met je 8% 3 maanden later heb je nog maar 1 of 2% over. Dus tot 350k verwateren wij niet. Nou, is dat een risicovolle activiteit, een start-up? Want je hebt nog geen track record. Die mensen hebben misschien persoonlijk nog maar een kort track record. Toch investeren jullie, of de investeerders en jullie zelf, individueel in die bedrijven. Dus je zegt niet, ik maak er, hè, de basis van de verzekering, ik maak er een groepje van. Nee. En er zijn er altijd wel een paar succesvol en er zullen er altijd een paar niet succesvol. Nou, als Startup Bootcamp doen we dat natuurlijk wel als groep van aandeelhouders en investeerders. Maar daarnaast is het aan iedereen vrij om dat individueel te doen of niet. Overigens, Patrick de Zeeuw en ik, wij managen dat programma. Dus wij moeten elke investering die wij zelf in die start-up zullen doen eerst aan de overige investeerders melden. Ja. Het is ook zo dat wij het hele selectieproces heel erg transparant doen. Want theoretisch zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat als wij het nieuwe Google voorbij zien komen, we denken, nou, kom maar op, die doen we even met z'n tweeën. Mm-hmm. En alle kneusjes die kunnen naar de investeerders toe. Mm-hmm. Zo werkt het dus niet. Maar nee, wij inderdaad, de individuele investeerders, die hebben de mogelijkheid om in die individuele bedrijven te stappen. Maar als ze het samen willen doen, vinden wij het ook goed. Dat maakt ons niet zoveel uit. Maar dat faciliteer je niet. Je zegt niet, ik maak een fonds met de lichting juli 2012 of met Amsterdam. Nee, eigenlijk zijn wij als Startup Bootcamp al zo'n fonds. Maar wij hebben ook heel nadrukkelijk gezegd, Startup Bootcamp investeert die eerste 8% en daarna niet meer. Want wij hebben onze hele financiering voor 3 jaar zelf op orde. Dat is helemaal afgedekt. En volgend jaar komen er weer 10 ondernemingen. En het jaar erop komen er ook weer 10 ondernemingen. Dat is onze taak. En daarnaast is, en onze taak is ook, door die hele strakke begeleiding van die start-ups, dat risico van een investering in een start-up juist enorm te beperken. Wij streven echt naar, nou, toch wel een succesrate van 75%. Wij hopen echt dat van die 10 bedrijven die nu in ons pakket zitten, dat er toch echt over een paar jaar nog minimaal 8 van bestaan. En dat moet ook kunnen als je kijkt naar de ervaring in de Verenigde Staten, waar ze dit ook doen. Terwijl de statistieken over start-ups, die komen niet in de buurt. Als je dit tegen een bank zegt, ja.
Klopt. Nou, we hebben dit tegen een bank gezegd. Hier hebben we Ruud Hendricks, de ongeneeslijke optimist. Nee, we hebben dit tegen een bank gezegd. We hebben dit tegen ABN AMRO gezegd, die als aandeelhouder zijn ingestapt. Die hebben 10% van de aandelen. En ik ben een ongeneeslijke optimist, maar dit heb ik niet verzonnen. Dit is een idee uit de Verenigde Staten, waar Techstars, waarmee wij ook in een soort van samenwerkingsverband zitten, dit al 6 jaar doet inmiddels. En dat kunnen we allemaal onderbouwen. Dus die hebben daadwerkelijk laten zien dat zoveel jaar, over hoeveel jaar spreken we het? Wanneer is Amerika met dit? 6 jaar geleden. Zes jaar geleden. En 75% van de lichtingen van die zij hebben opgeleverd, die bestaan nog steeds. En bestaan en zijn succesvol. Bestaan of zijn overgenomen door andere bedrijven en daarin geïntegreerd. Ja, dat is fascinerend. Dat is enorm hoog. Ja, dat is verschrikkelijk hoog. Maar de begeleiding is ook heel erg intensief. Want die eerste 3 maanden zitten er echt letterlijk elke dag bovenop. Daarna hebben we een soort van fade-out periode van 3 maanden. Dan nemen we ze mee naar Silicon Valley. We nemen ze mee naar Londen om nog eens een keer investeringsgeld op te halen. En daarna komen ze in een soort van alumni-netwerk. Mm-hmm. Ook met de anderen, want we doen dit met een aantal start-up bootcamps in Europa. Ja. En die bedrijven die brengen we ook allemaal met elkaar in contact. Dus ze helpen elkaar ook allemaal. We hebben ook als stelregel zelf, als organisatie, dat we in principe zaken doen als het kan met start-ups en niet met gevestigde namen. Dus als wij, noem eens wat, iets moeten bestellen, dan gaan we altijd naar een start-up toe, als het hier is. Practice your own preach. Ja, zo is het. Ja. 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 Nou zeggen jullie natuurlijk, wij zoeken de nieuwe Facebook. Ja. Nieuwe Apple en, mag ook. En de nieuwe Apple mag ook. En als je Mark Zuckerberg 2 tegenkomt, dan mag die ook deelnemen. Ja. Het doet mij altijd een beetje denken aan de F'jes die allemaal Messi willen worden. Ik vind het een beetje naïef en bijna aandoenlijk. Ik kan me voorstellen als marketing dat het leuk is, hè? Ben jij de nieuwe Facebook? Maar denk je het echt? Nou, ik hoop het. Als ik kijk naar de huidige lichting van 10 bedrijven, dan zitten daar 1 onder. Van de 10 hebben er al 8 over serieuze gesprekken lopen met de investeerders. En 2 hebben er al deals getekend. 1 van die 2 is een bedrijf wat nu al op een waardering van ruim 3 miljoen euro aandelen heeft verkocht. Dus dat gaat echt heel erg goed. En daar zie ik echt heel erg veel in. Maar we zoeken eigenlijk meer naar de nieuwe Mark Zuckerberg of Steve Jobs dan naar het nieuwe Apple of Facebook. Wij vinden de mensen veel belangrijker dan het idee. Ja. Want we noemen altijd als voorbeeld Yahoo en Lycos bestonden al jaren. Mm-hmm. En toen kwam Google en dat ging op en erover, om het zo maar uit te drukken. Dus wij kijken echt naar. En dat zat hem in de mensen. Het zit hem in de mensen. Want dat idee uitvoeren. Wij krijgen heel veel voorstel. Wij zien zo'n kleine 10.000 ideeën als Global Accelerator Network per jaar. En er zitten altijd mensen tussen die zeggen, je wil je even een NDA ondertekenen? Want ik heb een uniek idee en daar mag niemand iets van weten. Ja. En dat doen wij niet. Nee. Want wij zeggen altijd van, kijk, weet je, ideeën hebben we stapels van. Ja. Maar het gaat om mensen die ze kunnen uitvoeren. En wij geloven echt in executie. Dus we kijken echt naar de mensen achter. En schuif je daarmee? Dat je denkt, ik zie, er komt hier iemand binnen met een idee. Nou, die idee is verder prima. Maar degene die ermee binnenkomt is top. Dus die moet ik eigenlijk aan een ander idee knopen. Nee, we schuiven er niet mee. Maar het is wel zo dat wij eisen van die ondernemers dat ze in een ideale situatie met z'n 3 komen. Daar zijn we eigenlijk niet streng genoeg in geweest. We hebben er een paar toegelaten die met z'n 2 zijn. En dan merk je toch een element. Het liefst hebben we iemand die heel goed is in business development en sales. Ja. Iemand die kan programmeren, want code is een belangrijk onderdeel van het hele verhaal. En dan nog een derde persoon met een andere specialiteit. En we hebben er een paar toegelaten met z'n 2 en dat gaan we denk ik volgend jaar niet meer doen. Al die bedrijven hebben we uiteindelijk tot 3 weten te versterken. Dus we hebben hier en daar wel gezegd van, goh, je mist die en die expertise en je zou eens met die en die meneer of mevrouw kunnen gaan praten en daar wat mee doen. Mm-hmm. Dus, ABN AMRO zit erin, hè, voor 10%. Ja. En Vodafone ook voor 10%. En Boer en Kroon ook voor 10%. Maar ABN AMRO interesseert mij van die 3 in dit verband het meest. Want je duikt natuurlijk een beetje in een gat dat zij laten liggen. Ja, ik geloof dat ABN AMRO, ik kan niet voor hun spreken, wel ziet dat aan die seed capital kant, dat heel interessant is. Ten eerste voor hun eigen beleggers. Vanuit private banking is het denk ik interessant. Dus zij nodigen hun eigen private banking klanten uit. We hebben in ieder geval gezegd van, hoor, een deel van de kaarten reserveren voor de klanten van ABN AMRO. Dus dat is 1. Daarnaast, ik weet er het fijne niet van, maar hebben ze de afgelopen weken aangekondigd dat ze meer met crowdfunding gaan doen.
En daar sluit het natuurlijk ook heel mooi bij aan. Want wij vinden het niet erg als iets door het publiek wordt gefinancierd in plaats van door een individuele investeerder. Mm-hmm. En ik vind het wel heel erg mooi dat ABN AMRO juist in deze tijden dat is gaan doen. Overigens hebben ze er toestemming voor moeten vragen in Brussel, terwijl het om een relatief bescheiden investering ging. En waarom was het? Die hebben ze gekregen omdat het natuurlijk een bank is die op dit moment met staatssteun overeind is gebleven. Ja, dus? Nou ja, dus moet je dan om allerlei mededingingsrechtelijke zaken en problemen te voorkomen, moeten ze voor dat soort zaken moeten ze toestemming vragen. Dus het heeft even geduurd. Dat het groeitempo van die start-ups eigenlijk niet aan belemmeren, Brussel. Nee, want ze hebben de toestemming uiteindelijk gekregen. ABN was heel snel enthousiast. Hij heeft tegen ons ook heel snel ja gezegd. Maar heeft gezegd, ja, we moeten het traject wel door. En uiteindelijk is dat in Brussel ook redelijk snel gegaan. Ja. Waarom hebben ze het niet zelf gedaan? Nou, de reden waarom onze investeerders en met name die grote bedrijven bij ons instappen is denk ik drieledig. Ten eerste, wij willen natuurlijk gewoon winst maken. Ik bedoel, we zijn gewoon een commercieel bedrijf. Ja. Ten tweede, wij hebben gewoon heel veel business intelligence. Wij volgen, wat ik al zeg, per jaar zo'n 10.000 start-ups. Mm-hmm. We hebben ook een heel rapportagesysteem daarvoor gebouwd. Dus wij zien de trends in cloud computing of in social media of whatever, zien wij heel snel aankomen. En het is voor zo'n bank bijna ondenkbaar om zelf al dat werk te gaan doen. Dus het is een hele slimme en goedkope manier van het verkrijgen van business intelligence. En ten derde, en dat is het mooie, je doet ook nog wat terug voor de wereld. Het is, weet je, met je ervaring help je ook nog andere ondernemers te starten. Dat is natuurlijk wel mooi. Ja, want er spreekt redelijk wat idealisme in door, hè, in het hele initiatief. Hoe gevaarlijk is idealisme in een verder toch redelijk rationele, zakelijke setting? Nou, ik denk het idealisme beperkt zich vooral tot de mentoren. Die krijgen niet betaald. Mm-hmm. Maar die hebben wel als grote voordeel dat ze natuurlijk letterlijk op de eerste rij bij die start-ups zitten. Dus een aantal mentoren behoort ook tot de eerste financiers van een aantal van die bedrijven. Maar verder hebben we een heel strakke begroting die gewoon uitgevoerd wordt. Er zitten dus bij ons onder de aandeelhouders heel ervaren ondernemers. Die Patrick en mij ook heel strak in de gaten houden wat dat betreft. Want dat vind ik alleen maar heel goed. Nee, dat is niet nodig, maar dat is wel heel erg leuk. Het is gewoon gezond, weet je. Dat is gewoon prettig. Want je hebt het, als je het profiel van een bankier bekijkt of van een financier bekijkt, die is heel risico-minded. Die kijkt sterk naar wat kan er fout gaan. Best negatief. Dat is het laatste etiket dat ik op jou zou plakken. Ja, maar ik denk dat onze financiers en onze aandeelhouders ook vooral in kansen en niet zozeer in bedreigingen denken. En het is ook wel bijzonder, weet je. Wij zijn in april vorig jaar over dit plan gaan nadenken. Toen zijn we eerst mentoren gaan zoeken en mensen die mee wilden denken. En in oktober toen zeiden Patrick en ik tegen elkaar, nu zijn we wel klaar voor om geld op te halen. We hebben het hele gecommitte bedrag voor een periode van 3 jaar, eigenlijk in een periode van 6 weken... opgehaald en getekend. Ja. En want jullie geven, je zegt ik heb een exploitatie, ik dacht van 7 ton, maar jij noemde net 1,5 miljoen. Het is 1,5 miljoen, maar een deel daarvan is cash en een deel is in diensten. Ja. Dus als je dus die 7 ton cash, dat klopt wel ongeveer. Ja. Dus je hebt 2 miljoen op moeten halen om voor 3 jaar zeker te weten dat je niet terug moet naar je financiers. Ja. Want als je terug moet, dan moet je terug omdat het niet zo goed gaat. En dat is geen prettig moment om naar je financiers te gaan. Ja, maar in dit geval kan er eigenlijk wat dat betreft helemaal niets misgaan. Want wij weten exact wat onze onkosten zijn. Ja. Dus we verwachten ook geen inkomsten meer. Waar komt jullie cashflow uit? We hebben wat sponsoring, ook voor een deel in cash. Ik mag toch wel zeggen dat dat dan wel behoorlijk substantiële bedragen zijn. We doen wat evenementen die wat geld opleveren. We leveren exposure ook in ruil voor die sponsoring. Mm-hmm. En op termijn, maar dat in onze plannen gaan we ervan uit dat dat niet in de eerste 3 jaar het geval zal zijn, zou je kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment een deel van je belang in een van die start-ups verkoopt.
Dus uiteindelijk moet daar het geld uitkomen. En waarom formuleer je dat zo voorzichtig? Dat is toch... Niet gewoon je businessmodel? Je investeert nu, ze worden groot en je exit? Het zou heel dom zijn om te snel te exiten. Weet je, want neem Facebook. Des te langer iemand daar was blijven zitten, des te meer had het opgeleverd. Ja. Dus wij hebben heel nadrukkelijk tegen elkaar gezegd. We gaan er in principe gewoon vanuit. Kijk, als er een geweldige opportunity komt, of het is voor een van die startups beter, als wij ons belang daarin verkopen, dan doen we dat. Ja. Maar in principe willen we die aandelen natuurlijk gewoon lekker lang vasthouden. Het is ook geen een van die financiers die op geld zitten wachten. Is dat wat private equity maatschappijen niet zo handig doen? Ja, ik hoor VC's altijd roepen van we zitten ergens voor 6, 7, 8 jaar in. En, dat is nog lang, hè? Dat is extreem lang. Korter, de werkelijkheid is dat ze natuurlijk het liefst na 3 maanden al met 300% uitstappen. Ja, maar daar ook op gericht zijn. 3 tot 5, na 5 jaar, dan word je toch verondersteld de extra. Ja. Vind jij fundamenteel, bedoel, het zal best af en toe goed uitkomen, maar als uitgangspunt vind jij het niet goed? Jawel, ik vind er niets mis mee. Als je er maar gewoon oprecht en eerlijk over bent, weet je. Je moet niet zeggen, ik zit in principe altijd 6, 7 jaar en dan na een half jaar dan toch maar kijken of ik er al uit kan. Mm-hmm. Dat vind ik, Ik vind dat die VC's wat dat betreft wel eens wat kortzichtig opereren. Wat kort door de bocht. Ja, ja, ja. Daar gaat het echt alleen maar om geld. Dat is bij ons niet het geval. Nee. Ik vind het wel... Nogmaals, er moet wel een return on investment komen voor onze financiers. Maar het is niet het enige wat telt. Heb je daar voor jezelf en voor je mede-investeerders verwachtingen over? Rendementsverwachtingen? Ja, die hebben wij gemaakt. Maar daar zeg ik meteen bij dat ondanks het feit dat we denken dat we het heel erg goed doen. Mm-hmm. En dat we een hoge succesrate denken te kunnen behalen. Is dat natuurlijk altijd ook een kwestie van een beetje geluk hebben. Mm-hmm. Weet je, je hebt 400 aanmeldingen. We hebben ze eerst teruggeselecteerd naar 100. Mm-hmm. De laatste 100 hebben Patrick en ik allemaal gezien. Mm-hmm. Het zij via Skype, het zij in persoon. De beste 30 zijn echt allemaal in Amsterdam geweest. Mm-hmm. Daarvan zijn er 20 naar een soort van startup bootcamp voor 2 days gegaan. En toen hebben we uiteindelijk gekozen voor 10 startups. Mm-hmm. We hebben daar overigens een filmpje van. Mm-hmm. Dat zal ik je na de uitzending even geven. Misschien dat je het nog ergens in deze uitzending kunt verwerken. Mm-hmm. Maar van dat selectieproces hebben we ook een filmpje. En dat is wel heel interessant. Maar om nou te zeggen, ons rendement over 5 jaar zal x procent zijn. Dat kan ik niet aangeven hier. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik echt denk dat, ja. Mm-hmm. Dus een bank of een VC die dat wel doet, die aandeelhouders heeft, die daar wel naar vragen. Die laten we uiteraard wel stukken zien waarbij we zeggen van zo en zo is het gegaan. Maar net zoals dat in een prospectus staat van Horace en dit kan er allemaal misgaan, melden wij dat er ook allemaal netjes bij. Ja. Dat hoef je overigens aan een bank niet te doen, want die weten over het algemeen heel erg goed wat er mis kan gaan. Ja. Maar ja. Uiteraard hebben we ze dat verteld. Ja. Tot slot, Ruud. Dit gesprek, of dit station heet 7 Ditches. Ja. Dat is gezond Engels voor 7 sloten. Ja. In welke sloot wil jij nooit lopen? Oh. Nou, ik wil niet in een sloot lopen waar het niet leuk is. Een van de grootste voorrechten in mijn leven is dat ik gewoon alleen maar dingen doe die ik echt leuk vind. Ik heb wel eens het nadeel dat ik wel eens te veel dingen doe. Ik vind te veel dingen leuk. Maar ik zou nooit meer in een bedrijf willen werken waar het niet leuk is. En dat, ik denk dat geld belangrijk is, maar je moet het echt leuk hebben. Want ik merk gewoon ook dat de bedrijven waar de sfeer goed is en waar het bruist, dat die bijna vanzelf ook succesvol worden. En wat noem jij een bedrijf dat niet leuk is? Oh, dat vind ik moeilijk. Ik hoef niet een naam hoor, maar hoe ziet zo'n bedrijf eruit? Nou ja, heel vaak hè, als je binnenstapt bij een onderneming, of je nou groot is of klein is, je merkt al bij de receptie of het goed zit in een bedrijf of niet. Mm-hmm. Misschien ken je dat gevoel wel. Ja, ja. En er zijn wel eens bedrijven waar ik binnenstap. Ik denk van wegwezen. Is het echt niet goed. Hier moet je echt gewoon weg zijn. Ja. Ja. En wie gaat deze lichting van Startup Bootcamp winnen, zoals jullie zelf zeggen? Nou, winnen is een groot woord. Eigenlijk zijn, ik zeg, alle partijen die zeker tot de laatste 20 zijn doorgedrongen, dat zijn al winnaars. Want ook de 10 die daar nog zijn afgevallen, die hebben in 2 dagen tijd in Startup Bootcamp for 2 Days heel veel advies gekregen. Maar als je mij vraagt van de 10 die er nu, ze zijn bij alle 10 die er nu deelnemen, echt even lief. En ze krijgen ook alle 10 evenveel aandacht. Maar er zit er 1 bij, waarvan ik, en dat zie je ook gewoon aan de enorme belangstelling van investeerders, dat is Viewsy. Dat is een Engels bedrijf die
Hun slogan is Cookies for the Real World. Zij zetten apparaten neer in winkels, in musea. Ja. En afgelopen zaterdag onder andere in de Amsterdam Arena. Waardoor ze bezoekersstromen aan de hand van mobiele telefoons exact in kaart kunnen brengen. Mm-hmm. Dus zij kunnen in een grote winkel, noem eens wat, in de Bijenkorf zien. Of iemand van een rode jurk wel blijft staan en van een blauwe jurk ja, niet. Ja, ja, ja. Nou, de innovation manager van een van de grootste multinationals van Nederland. Die noemde het letterlijk de Holy Grail of Shopping. Ja. En ja, daar staan echt investeerders op dit moment in de rij om daar aan mee te mogen doen. En ze doen de komende weken nog een test tijdens een session in de arena. En ook in drie winkels van Albert Heijn en in de Bijenkorf. Nou, als de resultaten blijven zoals we ze nu zien ontstaan, dan wordt dat een heel groot bedrijf. Ik meld me graag aan voor de Bijenkorf-testsessie. Nou, dat lijkt me heel verstandig, ja. Heel hartelijk dank. Ja. Ik vond het leuk. Ik hoop dat jij het leuk vond. Absoluut. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En graag tot de volgende keer. Dag.